Op het terrein aan de Steenmotseweg in Lierop werd op zaterdag 4 en zondag 5 mei voor de 15e keer het festival Petifest gehouden. Austin Jonikaite van Sirius TV was er zaterdagavond en zondagmiddag. Nou, heren, staan we weer nu de zondag van Petifest. Hoe is het gegaan gisteren? Ja, het was gisteren eigenlijk een fantastische dag. Zoals de meeste mensen die hier zijn geweest wel hebben gezien. Het weer zat niet helemaal perfect mee. Maar dan mocht eigenlijk de pret op alle stages niet drukken. De indoor stages, ja, daar stond je lekker droog. En de outdoor, waar je dan stond, daar stond je in ieder geval of met een poncho of als de regen even gaan liggen. En was het een fantastisch feestje. Maar het sfeertje zat er in ieder geval sowieso in. Kijk, ja, want ik heb begrepen dat jullie ook ponchos hebben uitgedeeld. Zeker, ja, ja, ja. We hebben een paar regenbuien gehad en we willen onze bezoekers wel aan het feest houden. Dus we hebben poncho's uitgedeeld, zodat iedereen gewoon door kon feesten. En zoals Tom al zegt, mocht de pret niet drukken, want het was volle bak. Ja, het was echt volle bak. Het feestje was echt goed. Dus nou hebben we nog een dag te gaan. Vandaag gaan alle remmen weer los. En vandaag gaan we wel goed weer. Perfect weer zelfs. Ja. En dat merk je eigenlijk al. Mensen zijn vanaf 11:30 hier al op het terrein. Vanwege de wedstrijd die PSV vandaag voetbalde. Die ik natuurlijk eerder deze week al aangekondigd had. Dus het terrein is lekker gezellig. Er wordt lekker een biertje gedronken. De kinderen zijn flink aan het springen op het springkussen en aan het schminken. Dus het sfeertje zit er al goed in. Ik denk dat vandaag een topdag gaat worden. Kijk, ja, en als ik nog even terugblik naar gisteren. Het was wel dodenherdenking. Jullie hebben ook 2 minuten stil te houden. Is dat goed gegaan? Ja, zeker. Perfect eigenlijk. We hebben 7 stages waar we... Ja, op 7 mensen op hebben gezet en tegelijk allemaal muziek uit, een paar minuten voor 8. En om 8:00 2 minuten stilte. En we als organisatie zijn eigenlijk super trots dat iedereen zich daar zo goed aan heeft gehouden. En om zo toch stil te staan bij deze gebeurtenis. Kijk, dus je merkt nog wel dat het echt respectvol hier blijft hangen. Echt super waardevol hoe mensen daar, precies zoals het hoort denk ik, gewoon eventjes bij stil hebben gestaan. En je merkt ook dat dat voor een soort samenhorigheid zorgt die je misschien met dodenherdenking wel opzoekt samen. Dus een mooi moment om bij stil te staan. En ik denk dat hij heel geslaagd en gelukt is. Ja. Ja. En als we nou even naar iets vrolijkers gaan, vandaag nog de laatste dag en PSV heeft gewonnen. Hoe is dat voor jullie allemaal nou hier zo op het festival? Ja, bevrijdingsdag hè, ook nu voor ons. Oh, ja. De zon breekt net door. Dus ja, dat eigenlijk weer houdt ons niet. We kunnen er helemaal tegenaan vandaag. Ja, die zon die door en PSV is kampioen. En iedereen mag bevrijdingsfestival komen vieren die lekker een feestje wil vieren. Er gaan stiekem nog wat verrassingen plaatsvinden op het terrein. Ook vandaag, dus hou je ogen en oren open en gespitst. Dan komt het zeker goed vandaag. Ja, dit wordt uitgezonden natuurlijk na morgen. Dus wat zijn die verrassingen? Kun je dat vast vertellen? Mag ik al iets verklappen? Ja, dan wel natuurlijk. Ja. Zoals jullie hebben kunnen zien op het terrein, want jullie zijn natuurlijk allemaal geweest, hebben wij de supermercado ondertussen opengegooid. En alle verschillende organisatieleden hebben daar hun muziek ten gehore gebracht. En die houden ook allemaal evenveel van muziek. Daarom dat we dit natuurlijk ook doen. Dus die hebben allemaal hun kans gepakt. En verder heeft de waarzegster een hoop mensen hun toekomst voorspeld. Dus die dingen zijn zeker weer in gang gezet. En volgens mij... Dan staan we eigenlijk nog misschien nog hier voor het showstopper van het festival. Want ik heb daar wel heel veel goede dingen over gehoord. Ja, we hebben daar anders ingestoken. Onze mainstage. We wouden er een keer helemaal iets anders mee doen. Dus we zijn op tafel gaan zitten en kijken van oké, hoe kunnen we nou een vette mainstage maken die echt past bij 15 jaar Petifest. Ja, en hoe kan je dat anders doen als met een paar kleurrijke vogelhuisjes? Ja, dus, je heeft echt uren en uren schilderwerk, buitswerk, het hout op maat maken, ingezeten. Er is met mannenmacht aan gewerkt, maar het is echt perfect tot uitvoering gebracht. Het ziet er denk ik fantastisch uit. Ook vanaf de snelweg bleek het op te vallen. Dus ik denk dat het een zeer geslaagd project is. En wie weet zien we volgend jaar in een bepaalde mate nog wel eens terug.